Dag lieve mensen, ik ben net even gaan kijken aan de website byebyegason.be en dat stemt me blij. Voor degenen die het nog niet kennen, kijk even mee. Kijk, dit is de website die we hebben gemaakt en het gaat over byebyegason, dus weg met uw gazon. Of toch enkele vierkante meterjes van uw gazon, want eigenlijk, wat dat die man hier doet, het gras afrijden, dat maakt dat er eigenlijk niks niet meer kan leven. Qua biodiversiteit is dat eigenlijk een dikke nul. Wat wij willen is vierkante metertjes, of meer natuurlijk, je mag heel veel vierkante metertjes laten verruigen in je tuin, dus dan komen er terug bloemen vanzelf in, waar dat de vlindertjes en de bijtjes van kunnen leven. Ik leg jullie dat nog eens allemaal uit in deze handige video's. Allemaal tips en tricks om terug een leven in uw tuin te krijgen. En we gaan een keer kijken, want hier werd ik zo blij van, wat dat deze 6 gemeenten hebben gerealiseerd. En die hebben al 73.000 vierkante meters laten verruigen. Dat is immens, dat is meer dan 11 voetbalvelden. En dat zijn heel veel insecten die daarvan kunnen leven. Kijk, dit zijn de deelnemende gemeenten. En dan zie je dat Schilden eigenlijk op kop loopt met meer dan 19.000 vierkante meter. Daarna is Malle heel goed bezig met de 16.000 en zoveel. Dan Ranst meer dan 14.000. Zandhoven meer dan 12. Soersel 8.000 vierkante meter. Ik loop precies nog wat achter. En Brecht, volgens mij, zijn ze daar nog wat vierkante meters vergeten invullen. Want dat kan dus nog altijd, beste mensen. Als je meedoet, voert zeker je vierkante metertjes in. Dan kunnen we dat allemaal volgen. Hoeveel vierkante meters we in totaal teruggeven aan de natuur. Het stopt ook niet. Hè. Bye bye gazon stopt niet. Zoals na mei niet. Op eind mei denkt iedereen, we gaan dat gras afrijden nu. Dat is eigenlijk heel jammer. Want je neemt daar heel veel eten en gewoon woonruimte voor de insecten weg. Je mag af en toe maaien, hè. Twee keer per jaar liefst, maar dan opgedeeld. Maar die filmpjes vind je allemaal terug op de website, daar leek het allemaal uit. Dat ga ik nu niet doen. Maar voert zeker vierkante meters in, want je kunt iets winnen en je kunt deze winnen. Insectenhotelletjes worden binnenkort verloot. En hier jongens, oh, potjes honing van bij de lokale imker. Niks zo goed als een lekker potje honing. Wat dat ook nog belangrijker is. Is in deze. Deze bordjes kan je nog altijd afhalen bij de gemeente. Als je die in je berm van voorplaatst, in je tuin, dat wil zeggen dat ze je berm niet meer komen maaien. Dus jij wordt baas over je eigen berm. Weer al vierkante metertjes terug naar de natuur. Kijk hoe, hè? Gewoon allemaal meedoen. Ik ben super trots. Ik ben kei blij dat we dit al hebben mogen verwezenlijken. Succes nog allemaal. Joe!